Anne Kuik is niet langer fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad. Ze heeft het stokje overgedragen aan René Bolle. Kuik blijft wel lid van de gemeenteraad. De reden om een stapje terug te doen is de liefde. Kuik heeft een relatie met Paul de Rook, die onlangs wethouder voor D66 werd. Kuik moet oppositie voeren tegen haar vriend. En dat moet als fractievoorzitter meer dan als gewoon raadslid. Ook gaat Kuik zich voortaan in de raad met dingen bezighouden die niet in de portefeuille van de Rook zitten. De silo op het terrein van de Suikerunie bij Hoogkerk heeft ongeveer het hoogste punt bereikt. In de silo wordt dik sap opgeslagen dat de Suikerunie na de bietencampagne gaat verwerken. Zo is de fabriek langer in bedrijf en wordt er meer geproduceerd. Er werd eerder al een silo gebouwd, maar die zakte vorig jaar juni door een constructiefout in.